Welkom bij Breek de Week. Het is weer een mooie week deze week. En zeker bij ons aan tafel. We gaan beginnen zo meteen met een putbeeld wat sinds de jaren 50 niet meer in beeld is geweest. Maar nu is teruggevonden. En daarmee praten we met Frans en Rob. En volgens gaan we het hebben over de speelgroep De Kapel. Want die hebben een nieuwe voorstelling. En wij zijn heel benieuwd om te horen wat ze gaan doen, met wie. En vooral ook wat gaat er gebeuren op het podium. En daarna is onze bekende column van Danny Danker over de kosmos. Het gaat over Geert Wilders die bezoek krijgt over een geest. We zijn benieuwd. Heel spannend. En vervolgens, als we het toch over bezoek hebben, gaan we het hebben over het automaatje. Voor oudere mensen een hele bekende service, maar voor jongere mensen nog niet. Dus daar gaan we nader op inzoomen. En tot slot eindigen we dan met een heel mooi talent wat een jeugdboek heeft geschreven, Cheyenne. En ook zij laten we hier aan tafel aansluiten. Ja mensen, maar we gaan starten over het putbeeld. Welkom. Ja. Welkom, Frans Jansen en Rob Gierings. Rob Gierings, om met jou te beginnen. Jij zit hier met een bijzondere reden. Want er is een dame die bij jou in het appartement heeft gewoond jarenlang. En die gaat nu ergens anders naartoe. Nee. Ik woon in het... Mijn huis, en dat heb ik nog steeds. Ja. Maar ik woon nu in de Vollard. Ja. Omdat ik een herseninfarct gehad heb en niet meer in het huis mag wonen. Mm-hmm. Oké. En ik verwees naar het beeld wat een tijd lang bij jou in het huis heeft gewoond. En dat beeld is een putbeeld, begrepen, van de Velstraat. Ja. En hoe ben je in het bezit gekomen van dat beeld? Nou, dat kan ik goed, heel makkelijk vertellen. Naast mij woonde de heer Mertens en mevrouw Mertens. Hadden geen kinderen en wij hadden heel goed contact met ze. En haar man is dus, hij is dus overleden. En toen is zijn vrouw, Mientje, is... bij mij gekomen en die heeft gezegd van God, luister, dat putbeeld, dat staat wel bij mij, maar dat hoort eigenlijk in jouw huis. En daar heeft het vroeger ook gestaan. En dat klopt, want zij hebben vroeger in mijn huis gewoond. Ah. En zodoende. Ja. En zij vond dat dat beter paste in mijn huis. En dat heeft al keurig netjes gestaan. Ik heb er goed op gepast. Hoe lang heeft u het in het bezit gehad? Ik schat zo'n 18 jaar, 20 zo. Jaar. En niemand heeft dat ooit geweten? U bent daar niet mee naar buiten getreden? Ik heb het tegen iedereen verteld die het maar horen wilde. Hoor. Dus, ja, maar toch was het een beetje uit beeld zeg maar, van, de, van de openbaarheid. En Merten zelf heeft mij verteld dat hij dat... uit het puin in de Veldstraat heeft gered. Wanneer heeft u dat gered? Weet u dat? Ik schat zo direct na de oorlog, hè, toen hij daar terecht kon in de Veldstraat. Ja. Frans, want jij weet daar meer van en dit beeld heeft is een oud beeld met een lange geschiedenis. Ja, inderdaad. Het beeld is gered door meneer Mertens. Dat is bijna zeker. De hele Velstraat lag in puinen. Maar origineel is de Velstraat met een stukje van de Dionysiestraat, een stukje van de Eiermarkt, nog een stukje van het Begijnhof. Dat was eigenlijk allemaal onder één put, de Laurentiusput. De Laurentiusput is al een hele oude put die dus... Ja, je weet natuurlijk, hè, die zorgde voor het water op dat moment in die buurtschap. Mm-hmm. En dat beeld is inderdaad uit beeld geraakt. Ja. Dat is een dubbele spraak. Maar we hebben nu, godzijdank, dat wij dat mooie beeld nu hebben teruggekregen. En wij, wie zijn wij? We zijn de Stichting Immaterieel Erfgoed. En wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. Ja, ik kan me voorstellen. Het beeld is eigenlijk onbeschadigd geraakt bij een heel heftig bombardement. Ja, het is bijna niet, het is niet te geloven dat het zo mooi gaaf. Ik heb hier een afbeelding. Mm-hmm. Het ziet er fantastisch uit. De kroontjes zijn er nog bij. Het kettingje met het kruisje. Net zei meneer Rob nog tegen mij van...
eigenlijk moeten we daar helemaal niks aan doen, dat moeten we zo laten. Mm-hmm. En eigenlijk is dat ook wel een beetje de bedoeling. Hè? We willen zonder meer dat iedereen dat kan zien. En in het historiehuis zou dat een mooie plek kunnen krijgen. Maar dan kunnen we altijd zorgen voor een prachtige kopie die we dan op de plek waar het misschien wel weer terug kan, geplaatst wordt. Maar het originele is van zo'n grote waarde dat we dat niet meer moeten doen om dat in de openbaarheid te zetten. Maar de bedoeling is wel, Rob, als ik het goed zeg, dat is jouw intentie ook, dat ja, we dat al publiek, dat iedereen mag weten. Die tentoon wordt gesteld. Aan Roermond, ja. Ja, precies. Ja. Het is een gift aan Roermond. Ja. Aan de hele gemeenschap. Ja. We hebben wel een hele goede medewerking gekregen van de deken van de Münsterkerk. Die heeft ons aangeboden om dat beeld zo lang even te bewaren, maar op een hele mooie manier. Hij zorgt voor een inzegening, daar zijn wij ook bij betrokken. En het allermooiste is eigenlijk dat we 9, dan moet ik even denken, om 9 uur 's morgens, ja, 11 november, mm-hmm, een dienst en mis hebben. Eigenlijk precies 80 jaar geleden dat dat bombardement heeft plaatsgevonden, waar kijk, de Veldstraat eigenlijk helemaal in de puin lag. Ja. Dat gaan we als een soort herdenking, een metafoor, komt dan Maria daar te staan in de bloemen, Maria van de Veldstraat, als een herdenking van die 80-jarige bombardement wat toen heeft plaatsgevonden. Maar er zijn ook heel veel mensen bij omgekomen. Er zijn mensen bij omgekomen bij de Veldstraat speciaal, was één familie die ja, bijna helemaal, ja, zeg maar, ik meen dat er in de 20 waren, waar er nog 19 van gedood zijn door het bombardement. Ja. Van dat huis was niks meer over, een hele krater. En het klinkt misschien heel bizar, maar 80 jaar daarna hebben we nog altijd in de Veldstraat een enorm groot gat. Daar was dat. Okay. En was toen al gelijk, was er toen aandacht voor het feit dat het beeld er ongeschonden uit was gekomen? Want dan hadden we het al veel eerder natuurlijk gesignaleerd. Ja. Maar meneer Rob heeft dat mooi verzorgd en degene, meneer Mertens heeft dat mooi verzorgd. En ik denk, misschien is het wel een goede gedachte. De Veldstraat had namelijk een geschiedenis. In de jaren 50 was dat een echt uitgangscentrum. Hè? Mm-hmm. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen dat er ook door bepaalde mensen van die put van de Veldstraat gedacht hebben van, nou, dat beeld moeten we toch maar eventjes een beetje veiligstellen. Ja. En dat zou een ontwikkeling hebben kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk de laatste 20 jaar door meneer Geerlings mooi opgepast en daarvoor, vanaf de oorlog, door meneer Mertens. Mm-hmm. Zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Frans, kun je aangeven waarom zo'n beeld zo belangrijk was voor de mensen? Nou, in feite was het zo. We hebben hier een dikke 30 putten. En Roermond was opgedeeld in putten vanwege dat we al 2 keer een hele grote brand hebben gehad. Ja. In 1554 en 1665 moesten er overal putten geslagen worden, er werden putmeesters aangesteld. Trouwens, die meneer Mertens was putmeester van het Veldstraat gebeuren. En die waren verantwoordelijk voor het water. Mm-hmm. Dat moest niet alleen schoon water zijn, maar er moest ook genoeg water zijn bij weer eens een keer een brand. Heel typisch is ook nog dat in die geschiedenis van dat beeld de Veldstraat met name die familie 2 brandweermensen had die ook moesten uitrukken om als naar de Veldstraat was, te gaan. Dus het is helemaal in het teken van die brand. Ja. En dat is denk ik toch wel voor Roermond heel typisch vanwege die 2 grote branden waarbij de laatste 800 huizen waren afgebrand. Ja. Even, hoe is in de katholieke gemeenschap in de put nu gereageerd op het terugvinden van dat beeld? Nou, ik zeg het net, heel enthousiast door onze deken die dat, sprakeloos waren we allemaal, kunnen zich voorstellen in een doos, mm-hmm, mooi ingepakt, met duct tape dichtgeplakt en lag er nog mee, werd dat afgegeven tijdens een vergadering van het Stichting Immaterieel Erfgoed. En we waren allemaal helemaal flabbergasted. En het idee om het nou weer ook met medewerking van Rob een inzegening te doen en daar extra aandacht aan te geven, dat juichen we alleen maar toe, want we hebben die Maria weer opnieuw terug. Okay. En de putprocessie is dit jaar
met een groot jubileum, dus 18 mei. En dan hebben we natuurlijk nu al het idee, dan gaan we Maria van der Valstraat toch meenemen. In beeld zetten, letterlijk. Voor het eerst na jaren gaat hij weer mee in de Ja, want het is zo uitzonderlijk. Mm-hmm. En jij zei al, zou het 17e eeuw zijn. Er zijn mensen, historici, die menen dat dat nog wel veel ouder is. Oh. Oké. Okay. Maar het is zo, wij krijgen dat nieuwe beeld niet in een huisje, mm-hmm. in een kapelletje aan de Valstraat. Dat gaat dus naar het historiehuis, maar we krijgen een kopie in de Valstraat na verloop van tijd. Daar zullen we wat fondsen voor bij elkaar zoeken, maar dat hoort bij het immaterieel erfgoed van Helmond. Absoluut. Nou, ontzettend fijn dat jullie hierover wilden komen vertellen. Hartelijk dank en hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat doen we zeker. Dankjewel. Speelgroep Papel komt weer met een nieuwe voorstelling op de planken. 4-1 acteurs die samen een samenhangend verhaal op het podium brengen. En daarvoor zijn een aantal mensen aangeschoven hier van de speelgroep. Aan de linkerkant, misschien kun je jezelf even voorstellen. Natuurlijk, ik ben Nicole en ik ben nog niet zo heel erg lang lid van deze vereniging. Ja. Maar, Je hebt een aantal mooie dingen meegenomen. Wat zien we hier en wat heeft dat te maken met jouw eenacter? Ja, dat is het. Daar kan ik eigenlijk niet al te veel over vertellen natuurlijk. Maar zo te zien, zien het nogal attributen, kinderattributen. Ja. In dat stuk spelen we dus eigenlijk ook wel een beetje het kind. Mm-hmm. Die spelen allemaal kinderen? Nee, ik in dit geval speelde het samen met Esther en met Leon. Mm-hmm. En ja, nogmaals, ik kon er niet te veel over vertellen. En ik zeg dan wel dat voor kinderen zijn, maar verzin het misschien eigenlijk ook wel niet. Okay, het is heel verwarrend. Daar raak ik een beetje in verwarring. Ja, jij begon ook elkaar helemaal verkeerd. Zo heet het ook. Ja, die verwarring, dat weten jullie goed over te brengen. Ja, dat is een echte bedoeling. Ja, heel nou, de buurvrouw, want ik weet niet of jij een beetje een helder verhaal hebt. Ik ben Esther. Soep van de dag, Esther. Ja. De derde eindacteur speelt in een restaurant. Het restaurant heet natuurlijk Soep van de Dag, Wien, Kreeft. In het restaurant Bios de Oven zitten twee stellen. En die twee stellen die hebben ook verwarrende conversaties. En er is natuurlijk ook nog een ober. En ja, we hebben het ook misschien wel gaat verwarrend werken. Oké, nou, we zijn nog niet echt veel wijzer geworden. Nee, misschien doe jij het beter. Ja. Als je Sam eens vraagt wat die Aan deze kant, Sam, vertel, wat heb je toe bieden? Ik heb een scouting gehoord en een megafoon bij me. Ja. Ik wil gewoon namelijk een buurtfeest organiseren. Oké. En daar werden ook dingen door elkaar gehold eigenlijk. Dat ga je het niet altijd even gehoord. Ja. En het is ook niet altijd duidelijk wem, wat, wanneer en wat we doen. Oké, spannend. En dan gaan we naar Leon. Leon, doe heb je toch wel de lekkerste acte, zo te zien, of niet? Ik heb de allerlekkerste acte. Ik zie het. Ik heb namelijk een sleutel. Kijk. En dat is de sleutel van mijn kamer. Oh. Daar lig ik hier neer. Ja. En daar laat ik toch ook liggen. Oké. Vlak bij Sam. Als ze hem wil. Oh. Ja. Zuze me. Dat is goed, ik weet hem te vinden. En zeker, dat was ook precies mijn bedoeling. Ja. Zeg, en hier speelt allemaal samen ook in alle vierde actes? Nee, het is dus ook een beetje verwisselend, zeg maar. De ene door, de andere door. Wisselende samenstelling. Ja. Ja. En is het een bestandstuk wat al langer besteedt? Het vertaald of ja. Ja. Ik weet niet precies van wie het stuk is, maar het is wel inderdaad vertaald. Ja. En we spelen dit natuurlijk, we zitten met vier man aan de tafel, maar we spelen met meerdere mensen, er zijn meerdere spelers. En we spelen ook in meerdere stukken. Ja. Ik heb bijvoorbeeld twee stukken, er zijn er bij die hebben er één, er zijn er bij die zijn gelukkig met drie stukken. Dus dat is veel te leren dan. Ellen Eckborn die heeft dat geschreven. Dit is een komische voorstelling, is het. Ja. Ik kan me voorstellen. Ze haaien ook een beetje de lippen opeens. Ja, nee. Ze willen best om niks te zeggen eigenlijk. Ja, we willen het liefst natuurlijk dat mensen het zelf komen ervaren op een van de VRV-voorstellingsavonden. Uiteraard. Ja. En dat ze volgend jaar nog meer ervaring opdoen als toneelspeler. Ja. Want hoe als is dat? Is dat zo? Hebben jullie elk jaar een voorstelling? Ja, we doen elk jaar doen voor VRV-voorstellingen. Met corona heeft het natuurlijk wel even stilgelegen. Mm-hmm. Maar we zijn nog volle bakken bezig, zeker. Elk jaar weer. Ja, en ook wel heel lang, hè? Dus, ja. Het al 80 veel in het vorige onderwerp. Ja.
En we bestaan dus ook komend jaar 80 jaar. Zo. Ja. En is deze voorstelling dan ook extra bijzonder? Is het een feestelijke voorstelling? Of? Nou, volgend jaar is de bedoeling dat we het iets feestelijker aanpakken. Ja. We zitten nu nog bij de 79. Maar er zit één hurkje aan. En dat is het feit dat veel wel willen, maar we moeten ook kennen. Mm-hmm. En dat kennen heeft onder andere te maken met de hoeveelheid mannen die ze hebben. Okay. Mannen zijn steeds minder geïnteresseerd in toneel en daardoor hebben ze niet genoeg mannen. Ja. Dus jullie hebben mannen nodig. En wat voor mannen? Jong, klein, dik, oud, grijs? Alle mannen. Noem nog 6 van die variaties op en ze zijn allemaal welkom. Oké. Okay. Ja. 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 Zelfs mensen die geen plat kunnen kallen. Ja, ze zijn ook welkom. Ik voel me nu helemaal welkom daar. Ja. 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 Want Esther, het geeft in het dialect, toch? Ja, de voorstellingen zijn in het plat. Maar we hebben dit jaar ook een speler die in het Nederlands spreekt. En dat geeft net zo goed, want ja, dat tuurlijk. Hebben we van nu ook aan de tafel. Ja. Ja. Dus, ja, zeker. Ja. We passen er vanzelf aan, zeg maar. Ja. Ja. Heb je een regisseuze, wat heb je? We hebben op het moment een regisseur uit eigen groep. Ja. En we hebben ook de regisseurs van Boeten Af. We hebben ook wel een afspraak gestoken voor de regisseur van volgend jaar. Dus, een soort gastregisseur. Ja. Nou, eigenlijk heeft een vereniging 1, 2 of meerdere jaren wat ze zelf willen. En een regisseur. En dan werd er gewoon de weg dat proces een nieuwe regisseur gezocht. Ja. Nu bestaat die organisatie van jullie al heel lang, hè? Bijna 80 jaar. Ja. Spelen jullie elke keer blij spelen, komen ze stukken? Of zit er ook wel eens een serieus stuk tussen? De stukken die we spelen zijn meestal klucht, blijspel of een komische thriller of zo. Ja. We hebben een tijd lang, maar toen was de vereniging wat groter. En dan praat ik toch weer Nederlands, sorry. Kan maar plat. Toen hadden we get veel mensen en toen hadden we ook get één acteurs die we dan instudeerden en die we op andere plekken waar dat koers speelden. Okay. En dat waren meestal een beetje serieuzere dingen, zeg maar. Mm-hmm. Maar voor het publiek, het gros van het publiek, wil bij het amateurtoneel toch komen en een avond zich gezellig amuseren. Dat interesse voor midden doen gaat minder is, met name dan voor mannen zeggen van, heeft dat een oorzaak, denk ik, dan op scholen? Werden kinderen niet gemotiveerd om zo gaat te doen? Wie zit dat? Nou, ik weet van het college dat ze door dramalessen hebben en daar is best eens dat er heel goed in is dat met die leerlingen werk, maar het zijn keuzes. Het is niet dat iedereen dat moet, daar niet. Weet ik niet. Maar het is wel dat de keuze van de kinder om wel of niet dingen te gaan doen. En een probleem wat we hebben is, dan zijn ze 16, 17, 18 en dan hebben ze misschien zin om mee te doen. Gaan ze in Nijmegen studeren. Gaan ze daarna in Amersfoort wonen. Komt daar een relatie, komt daar een huis. En als ze dat al in het zuiden doen, is hetzelfde verhaal. Ja. Dan zijn ze met andere dingen bezig. En hoe zit het met het publiek wat naar de voorstellingen komt? Is dat, kun je daar iets over vertellen? Nou, dat gaat eigenlijk gecombineerd. Want het publiek dat we hadden, dat wordt net zo goed ouder als wij ook. Dat valt voor en na af. Maar omdat er geen nieuwe en niet veel jonge mensen zijn, komt ook geen jong publiek daar naartoe. Ja, dus u zegt dat mensen op dit moment 24 uur, ze zeggen gemiddeld, zit immers 4 uur per dag op het zien telefoon. Ze zitten even zien werk en even zien sporten. Het is nog 4 uur per dag aan de telefoon. Dan is er nog een beetje over. Hè? Wie gaan we voor die nu motiveren om toch naar die voorstelling te komen, mensen? Wie gaan we dat doen? Ja, dat is een hele goeie. Ik denk als we dat wisten wie dat moest, dan hadden we dat zeker gedaan. Ik vind het heel lastig. Ik kan er eigenlijk heel slecht antwoord op geven. Misschien kun je vertellen wat jou zo aanspreekt aan het toneel spelen. Ja, dat kan ik altijd even proberen natuurlijk. Ik zelf vind het gewoon heel erg leuk om toneel te spelen. Om op een bühne te staan, iets uit te dragen. Anders te zien als dat ze eigenlijk zelf bus. Hè, want de bus niet ikzelf. Dat is wel wat mij heel erg aanspreekt en wat het ook heel erg leuk maakt om dat te doen. Dus ja, mensen die dit leuk vinden. Ja, en dan brengt ze vanzelf familie met, want... Ja, inderdaad. Ze zijn familie, hè? Ja. Dan zit die, mam zit eerst bij de toneelvereniging. Ja. En ik ben naar de middelbare school, daar heb ik 2 musicals gedaan op de middelbare. Daar ben ik gestopt met toneel.
En ik was eigenlijk op zoek naar een toneelvereniging. En mam zei, nou, ik ken er wel eentje. Kom maar met. Ja, dus dat heb ik gedaan. Ja. Ik ben metgegaan. Ja, wat, leuk. Wat spreekt jou aan bij toneelspelen? Er zijn bepaalde dingen die ik zelf nooit zou doen. Ik zou nooit gaan schreeuwen tegen Emus. Dat ken ze het toneel wel, want het hoort erbij. Vind je dat leuk? Of, Ja, gewoon... Je kunt bepaalde emoties loslaten die ik in het dagelijks leven niet zo snel zou durven voelen en zou durven uiten vooral. Mm-hmm. Het kind op het podium kent het allemaal los. Ja, ja. Dat is leuk. En ja, vriend maken is natuurlijk ook niet. En wie is het als tien kind met dus? Dat ze samen op het toneel staan. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja. Bijzonder. Toch? Ja, ook. Maar ook gewoon leuk om te doen. Maar ja, het is met iedereen leuk. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook wel aan Johan dat ik dacht van, goh, ik heb weinig met Leon samengespeeld. Dit jaar is dat veel meer bijvoorbeeld. Ja, dat is ook leuk. Ja. Alles is leuk met iedereen. En inderdaad, in de huid van iemand anders kroepen en is los gewoon. Mm-hmm. Vorig jaar was ik een escortdame. Een van mijn zinnetjes was escortdame en geen hoor. Ja, dat is ook heel leuk, want dat is ook heel erg bezierd. Steeds dan wie het van die gaaf, maar wel leuk om te spelen. Krijg je dan na afloop ook reacties van mensen? Ja. Dat ze bij de kassa zeggen van, ja maar, geen hoer. Ja. Nee, die reacties niet, maar wel inderdaad het, mensen die ze kent naar de hand naar zich toe komen. Want die geeft ze natuurlijk ook mingelen naar de voorstelling. Maar ook mensen die ze niet kent, misschien wel naar zich toe komen en dan zeggen van, ik vond het echt heel leuk. Nou, ik ken uit ervaring spreken, want ik ben vorig jaar nog komen kijken, dat het zeer de moeite waard is. Ja. Ik zou zeggen, mensen, ga naar die voorstelling kijken. Dan gaan we nog even zeggen wanneer het is. Ja, zeker. Het is 18, 19, 25 en 26 oktober in het gemeenschapshuis het Schulpaard. Kijk, heel goed. Ja, dus ga kijken, koop tickets. En als je wilt meedoen als speler bij de speelgoedkapel, meld dich dan. Meld je aan. Vrouwen mogen ook komen. Kijk, iedereen is welkom. Heel veel succes en heel veel plezier. Dank je wel. Dank je. Zal lukken. En nu is het de tijd voor de column van Danny Danker. En ze heeft het over een bijzondere geest. De geest van niemand minder dan Nelson Mandela. Die allerlei capriolen uithaalt. En aan het eind gaat hij nog bezoek bij iemand. En dat is... Hoe Mandela alsnog Roermond bezocht. Het was al wat later en ik wilde eigenlijk net naar bed gaan tot ik ineens wat door mijn tuindeuren zag komen. Het was een stralend wit licht en eenmaal dichterbij gekomen zag ik dan toch dat het Nelson was. Wat doe jij hier? Ik had jou bijna helemaal niet herkend, zei ik tegen hem. Hij verontschuldigde zich direct voor zijn voorkomen en zei, tja, het valt mij ook een beetje zwaar tegen dat ik nu helemaal in het wit rondwaar nu. God zou me op zijn minst nog een beetje in een sepia-schijn hebben mogen steken, trots als ik ben op mijn afkomst. Dat snapte ik wel. Nelson zei dat hij even een pauze wilde nu hij 5 dagen lang weer eens tussen hemel en aarde nog wat mensen mocht bezoeken. Maar had voor deze pauze per abuis mijn woonstee uitgekozen. Oh, neem plaats, zei ik en bood hem een stoel aan. Maar hij zweefde er dwars doorheen. Hij haalde zijn lichtgevende schouderpartij op en zei, ach, het zweven is niet zo vermoeiend als het lijkt. Ik blijf gewoon nog een beetje hangen. Hij leek wel wat verlegen om een praatje, dus ik nodigde hem uit om te vertellen over zijn gevangenschap op Robben Eiland, of hij daar geen last meer van had. Nu zeker niet meer, zei hij. Maar ook in mijn leven was het een uitdaging om de gevangenschap te leren transformeren naar een leerschool. De beste leerschool die het leven mij geboden heeft om de vrede in mijzelf te bewaren en deze dan ook uit te dragen. Het was zo. Ik ging de dialoog aan met mijn bewakers en op een gegeven moment voelde ik evenveel compassie met hen als met mijn medegevangenen. Immers, een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat. Opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid. Ik zweeg even. Er liep een telefoon te rinkelen en ik zag Nelsons hand naar zijn oor gaan. Hij leek te praten met een privélijn van de hemel zelf. Ja?
of je even door wil geven dat er toch wat sepia... Wat zeg je? Ja, ik weet dat ik niet meer zoveel tijd heb. Maar ik was nog nooit in Roermond geweest. Ook hier kan men wat vrede gebruiken, toch? Ja, ik snap het. Goed, ik zal het kort houden. Geef me nog 5 minuten hier en liefst een beetje sepia. Hoezo, daar ga jij niet over? Wat bedoel je? Ik heb nog niet eerder een kleurverzoek gehad. Regel het maar, met mijn staat van dienst mag er op zijn minst een beetje sepia. Oké, we hebben het er nog over. Ja, als ik aankom. En nee, ik wil niet met Judas spreken. Hij zweefde nu weer wat naderbij en zei, ja, sorry. Ik word om de 5 minuten gebeld door de afdeling hemeltransport. Waar was ik gebleven? Ik hield mijn gezicht in de plooi en zei, bij Robben Eiland? Oh, juist ja. Daar heb ik genoeg over geschreven. Lees mijn boek De Lange Weg naar Vrijheid maar. Oh, die weg blijft 94 jaar lang. Maar wat ik je ook nog wil vertellen, is dat er geen kwaad is dat altijd duurt. En evenmin geen goed is dat nooit eindigt. Ik heb een leven lang voor de vrede gevochten. En toen ik heen was gegaan en nog niet eens begraven, hing men zich al in de haren over waar ik begraven zou worden en wie mijn vermogen zou krijgen. Misschien dat jij nog eens kunt uitzoeken waarom vrede niet beklijft. Ik beloofde hem mijn best te doen. Hij legde even nog wat meer op, zichtbaar blij met mijn belofte. Hallo? Hallo? Nee, eerst die sepia CVP. Ik moet nu gaan, zei hij. Nog wat mensen bezoeken. Misschien in hun slaap nog wat boodschappen influisteren. Madiba, zei ik. Madiba, mag ik jou dan ook nog om een gunst vragen? Dat mocht ik. En hij beloofde vannacht nog een extra bezoekje af te leggen. Geert Wilders zal deze ochtend misschien toch wat verlicht wakker worden en zich afvragen waarom hij toch dat eerste uur van de dag alles in sepia beziet. Dit was de kosmos van deze week en ik hoop dat u de plaats in uzelf opzoekt waar de innerlijke vrede huist. Tot weer, tot kosmos. Het automaatje is een bijzonder landelijk initiatief waar verschillende partijen aan meewerken om met name ouderen de mogelijkheid te bieden om nog steeds actief in het sociale leven te staan en daarin deel te nemen. Daarvoor gaan we praten met een aantal mensen die in Roermond actief zijn met betrekking tot het automaatje. Links van mij is aangeschoven Michael. Michael Pollard, hartelijk welkom. Welkom. Ja. Jij bent de coördinator van het automaatje. Dat is een initiatief van Roermond 5, de AWB en een aantal vrijwilligers. Wat houdt jouw taak in? Mijn taak houdt in sowieso dat ik aanspreekpunt ben in Roermond voor de ANWB. Mm-hmm. Als automaatje Roermond bepaalde materialen of iets dergelijks nodig heeft, flyers, aanmeldformulieren en dergelijke, dan bestellen we die bij de ANWB en dat gaat dan via de coördinator. Updates, nieuwsberichten, uitnodigingen, presentjes voor vrijwilligers bijvoorbeeld, die komen ook vaak via de ANWB. Ja. En dan hebben ze mij als aanspreekpunt. Dat wil eigenlijk een stukje coördinator, houdt dat in, zeg maar. Niet iedereen kent het automaatje. Nee. Kun je kort toelichten wat het is en hoe het werkt? Ja, het is inderdaad, zoals je al aangaf, een landelijk initiatief. De ANWB heeft dat geïnitieerd. En het wordt in de gemeentes waar het dan is, het project, worden door de lokale welzijnsorganisatie uitgevoerd. Dat is hier de organisatie 5 en daar valt het onder de dienst Maatje op Maat. Mensen kunnen er gebruik van maken die om wat voor reden dan ook minder mobiel zijn. Dat kunnen ouderen zijn, dat kunnen ook jongere mensen zijn. Zij kunnen een rit aanvragen telefonisch bij ons. En wij gaan dan op zoek naar een beschikbare vrijwilliger voor die rit. En dan zien we het met een auto die dat als vrijwilliger doet. Ja, de vrijwilligers rijden allemaal met hun eigen auto. Ja. En die zorgen op die manier dat de mensen die minder mobiel zijn wel weer de deur uit kunnen. En wat voor rit moet je dan aan denken? Wat wordt er gevraagd? Eigenlijk heel veel. Ja. Het grootste percentage ritjes zijn wel ritjes in de regio, binnen Roermond. Heel veel ziekenhuis. Ongeveer de helft zijn medische ritjes. Maar in principe is alles mogelijk. Automaatje werkt zo dat als wij een vrijwilliger vinden die beschikbaar is voor een bepaalde rit, dan kan die rit doorgaan. Of dat nou naar het ziekenhuis is, naar
Naar familie. Naar familie, naar de kapper, naar de sportvereniging. Statiebestatie. Ja, het moet wel, dus wel bedoeld voor de mensen die minder mobiel zijn. Dus niet als vervanging van een standaard taxi, omdat iemand... Oké, ik kan dus niet zomaar, nu ik wel mobiel ben, niet zomaar een automaatje aanvragen. Het gaat allemaal wel op basis van vertrouwen, maar dat is niet de bedoeling van het project. Kun je dan omschrijven voor welke groep mensen jullie dan wel richten? Ja, het zijn dus jongeren, ouderen die om wat voor reden, en daarom zeg ik ook erbij om wat voor reden. Mm-hmm. Het kan zijn dat iemand, bijvoorbeeld een oudere dame, waar de partner het rijbewijs heeft gehad, de partner is weggevallen, dus mevrouw komt niet meer de deur uit. Het kan zijn dat iemand een knieoperatie heeft gehad, wel een auto gewoon thuis heeft staan, maar 6 weken lang niet mag rijden. Het kan ook zijn dat iemand nachtblind is en wel overdag zelf met de auto op pad kan, maar moet toch in de winter aan de avond naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja. Dat kan ook. Ja. Naast hem zit Pieter van Daal, vrijwilliger bij Automaatje. Ja. Is dat iets wat je altijd al van gedroomd hebt, taxichauffeur worden? Nee, dat valt wel mee. Mijn vrouw die werkt al als bezoekmaatje, 5 jaar geleden. En toen zei ze, is Automaatje niks voor jou? Ja, ik wist niet wat het was, dus dan moet je dan eerst maar eens induiken. En, nou, ik denk, dat is leuk. Na 5 jaar doe ik het nog altijd, ik doe het graag, ik kan het iedereen aanbevelen. Mm-hmm. Geef je zelf aan wanneer je beschikbaar bent? Of zeg je van, ik zie een aantal ritten voorbij komen en dan schrijf je daarop in of hoe gaat het? Nee, je kunt niet kiezen uit de ritten. Je geeft aan of je beschikbaar bent. Ik werk nog, dus ik ben niet alle dagen beschikbaar. Ja. En door de matcher word je dan gebeld, er is een rit, wil je die uitvoeren, zo laat. En is het dan iedere keer iemand anders? Of heb je ook ritten die dus vaker herhalen vaste zijn? Klanten. Die dezelfde mensen? Je hebt in principe geen vaste klanten, maar je hebt, als je lang genoeg rijdt, heb je natuurlijk wel vaak. Je pappenheimers. Dat zou je vaste klanten kunnen noemen, want die zie je vaker. En hoe gaat het er dan aan toe? Is het dat mensen een taxi verwachten of willen ze vooral een praatje of beide? Nou, mensen weten dat iemand met zijn eigen auto komt, dus ze verwachten niet een auto waar een taxibord op staat of zo. Nee. En ja, het is heel divers. En hoe vaker je met iemand rijdt, hoe meer verhalen je hoort. Gaat het om de verhalen? Of heb je speciale wensen? Dat mensen zeggen, nou, ik wil graag die muziek aan? Of, Oh nee, ik heb nog nooit iemand gehad die zegt, zet radio uit. Nee, zo. Nee, maar dat gesprek ontwikkelt zich ook vanzelf. Het ligt eraan natuurlijk wie je in de auto hebt. De eerste keer kan het wat stil zijn. Maar je bent ook bijvoorbeeld aanspreekpersoon als mensen uit het ziekenhuis komen. Die hebben niemand om thuis te vertellen wat ze daar gehoord hebben. Ja. En die willen dat toch even kwijt. Nou, dan moet je ook een open oor hebben. Dat kan toch wel pittig zijn dan? Dat kan wel eens pittig zijn, sowieso. De situatie waar je wel eens in terecht kunt komen. Het is altijd pittig. Het is verrassend. En het verrassende maakt het leuk. Ja. Aan deze kant een bekend gezicht voor ons. Jarenlang ook vrijwilliger bij de omroep geweest. Ja, klopt. En nu voor Automaatje, vertel. Ja, nou ja, ik ben 2 jaar geleden gestopt met werken. En toen zag ik in de ANWB-gids Automaatje. En toen ben ik gaan bellen en heb ik een gesprek met Michael gehad. Nou ja, heb ik eigenlijk gelijk ja opgezegd. Het was zo leuk, leek me zo leuk. En dat is het ook. Ja. Wat is er zo leuk aan? Nou, wat voor mij heel fijn is, ik heb 40 jaar lang gewerkt. Ik wil geen vaste dagen meer. Michael of zijn collega's die bellen mij en die zeggen, kun je op vandaag is woensdag, kun je vrijdag een ritje doen? Kijk in mijn agenda. Nee, het komt me niet uit, zeg ik dan. Of het komt me wel uit. Ja. En dat is het voordeel van Automaatje. Je kunt de ritjes aannemen wanneer je zin hebt. Ja. En is dat binnen bepaalde tijden of kunnen ze ook 's nachts aanvragen? Kunnen ze bij mij wel, ja. Ja, echt waar? Bij mij wel. Als iemand daar behoefte aan heeft, kan hij mij 's nachts bellen. Ja. Dat rij ik wel. Ja, okay. Ik rij overal naartoe. Heb je je auto nou ook aangepast hiervoor? Dat je iets speciaal versierd hebt? Of daar ben ik mee bezig met een speciale voorziening, inderdaad. Ja, heb ik daar met Michael over gehad, in- en uitstap handvat. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dat is, vind ik dan wel voor mij, niet voor mezelf, maar ook voor de klanten lijkt me dan heel erg prettig. Dus dat, absoluut. Dat kan ik me wel weer voorstellen. Ja. Weet je, hebt heel veel mensen met rollators. Ja. Ik heb een auto met een hoge instap, dus dat is voor heel veel mensen wel heel erg prettig. Ja, kan me voorstellen. Ja. Wat brengt het je? Heel veel leuke dingen. Ja? Ja, heel veel leuke gesprekken. Allerlei soorten mensen krijg je in de auto. Heb je een voorbeeld? Heb je even? Ja, als je het kort weet. Ik heb bijvoorbeeld ook een keer een mevrouw gehad. Daar heb ik Michael over opgebeld. Want daar maakte ik me zorgen over die mevrouw.
Dat heb je dus, dat ja, maak je dus ook mee. Soort... Ja, 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 je krijgt vaak in 5 minuten tijd het hele levensverhaal te horen van die mensen. Ja. Dus ja, dat is dan vaak wel ook wel moeilijk. Maar goed, ja. Kijk, ik ben wel wat gewend wat dat betreft. Ik kom uit de zorg, dus... Dat scheelt dat een scheelt hele hoop. Een hele hoop, ja. Maar... Ja. Maar dat is sowieso, worden vrijwilligers daar ook in begeleid? Want soms kun je inderdaad dus wel pittige dingen meemaken. Ja. Als iemand uit het ziekenhuis komt en die krijgt echt heel slecht nieuws. Ja. En er is niemand bij, ja, dan ben je wel nummer 1 op de lijn. Ja, ja, dat is ook wat Mirjam net aangeeft, hè, van mensen die iets aangeven. Onze vrijwilligers zijn ook echt onze oren en ogen. Juist. Voor heel Maatje op Maat en niet alleen voor Automaatje. Zij komen bij de mensen thuis, zij hebben de mensen in de auto, dat soort dingen. Dus wij zijn zeker aanspreekpunt. Als er situaties zijn, kunnen ze altijd bij ons terecht. Ook als ze merken dat er een verandering in gedrag bij mensen is of wat dan ook. We geven altijd aan van neem contact met ons op, dan kunnen wij daar pas wel mee. Ja. Andersom ook natuurlijk, als deelnemers iets over een vrijwilliger willen vertellen, kunnen ze ook opstrijden. Uiteraard, logisch. Ja. Bij die commerciële taxipartijen waarbij mensen met een privéauto rijden, heb je hele ratingsystemen. Hè? Worden vrijwilligers hier ook beoordeeld? Of, Alle deelnemers zijn best wel mondig. Ja. Als er situaties voorvallen, dan schromen ze niet om dat te zeggen, maar het komt eigenlijk bijna nooit voor. Als je dit al gaat doen, ja, dan heb je al een, ja, precies, een doel. Ja. En juist wat de vrijwilligers zo fijn vinden, is wat Mirjam net aangeeft, die flexibiliteit. Ja. Het is niet zoals je zegt, ik kan van maandag tot en met zondag dat je dat vrij moet houden. Mm-hmm. Alle ritten gaan op basis van beschikbaarheid van de vrijwilliger. Hebben wij geen vrijwilliger beschikbaar, dan zijn wij niet dat taxibedrijf en dan gaat de rit niet door. Ja. Ja. Okay. Nou richt het zich op Roermond. Is het alleen binnen de stad Roermond of is het een groter gebied? Nee, dat is gewoon in de hele gemeente Roermond. De aanvragers moeten in de gemeente Roermond wonen om gebruik te kunnen maken. De chauffeurs ook, want mensen betalen een vergoeding per kilometer van 35 cent. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat ze zeggen ik wil winkelen of naar mijn dochter in Sittard, dan kan dat ook. Ja, dat kan. Ik ben laatst naar Hoofddorp gereden met een mevrouw. Hoofddorp. Nee. Ja. Hartstikke gezellig. Ja. Ja. Alles is mogelijk als we alles kan. En ga je ze dan ook weer terugbrengen? Ja, en die tijd tussendoor, die kilometers, want Michael zegt, wat doe je? De afspraak is, als iets een half uur duurt, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, dan wordt gevraagd of de chauffeur wacht. Alles boven een half uur, dan mag je naar huis toe. Maar ja, van Hoofddorp even naar huis en om 2 uur weer terug. Nee, maar ik ben naar Zandvoort gegaan, naar Zandvoort. En dan die kilometers heeft die mevrouw betaald. Ja. Maar dat is gewoon, Je kunt... Maar anders heeft zij geen mogelijkheid. Nee, was het heel moeilijk. Maar het is ook voor jongere mensen. Het is niet alleen voor oudere mensen, maar ook voor jongere mensen kunnen er gebruik van maken. Ja. Want ook daar zit een heel groot gat in wat ze nodig hebben. Dat ze zich kunnen verplaatsen. Hè? Ja. Mensen kunnen op bezoek gaan. En dat hoor je ook heel vaak in de auto. Ik kan nu op bezoek gaan, anders kom ik het huis niet uit. Ja. En dat is ook heel fijn. Werken jullie met vrijwilligers? Hoeveel vrijwilligers hebben jullie nu? Hoeveel vrijwilligers, chauffeurs hebben jullie nu rondrijden? Rond de 30. Ja, is dat genoeg als je kijkt naar de vraag? Absoluut Nee. niet. Nee. We zijn 5 jaar geleden begonnen met 8 chauffeurs. Toen hebben we in het eerste jaar op een jaar tijd 300 ritten gereden. Op dat aantal zitten we nu per maand. Goh. Dus we hebben 10 keer zoveel ritten en niet 10 keer zoveel vrijwilligers. Okay. Dus ik heb vanochtend de grafieken nog bekeken. We zitten echt in een enorm stijgende lijn qua rit aanvragen. Dus we hebben echt wel nieuwe vrijwilligers nodig en die zijn altijd welkom. Ja. Waarom kiezen mensen hiervoor en niet voor de reguliere taxi, denk je? Dat is om verschillende redenen. We geven ook altijd aan, we zijn geen concurrenten van de taxibedrijven. Yes. We doen bijvoorbeeld, enige vervoer wat we niet doen is dagbestedingsvervoer. Mm-hmm. Dat er echt contracten liggen met taxibedrijven. Redenen kunnen verschillend zijn. Mensen kiezen vaak voor structurele ritten, bijvoorbeeld voor regiotaxi als ze dat hebben. En voor het incidentele ritje naar het ziekenhuis, voor automaatje, omdat dat individueel is. De chauffeur is er op het afgesproken tijdstip precies. Mm-hmm. En dat vinden mensen heel fijn, zeg maar. En vooral dat praatje, dat individueel stukje. Persoonlijk, en vaak zijn het mensen uit de zorg, dus de mensen die betrokken zijn. Ja. Hebben jullie contact met reguliere taxibedrijven? Een beetje langzaam afronden, maar en hoe reageren die daarop? Nou, toevallig hebben we onlangs een verzoek gekregen van, dat was voorheen de site ikwilvervoer.nl. Daar staat opgebundeld welke vervoersmogelijkheden dat er zijn. Mm-hmm. Een omnibus, de regiotaxi, gaat dat stukje overnemen. En die gaan nu ook uitzetten van welke soorten vervoer zijn er. Hoe moet je ze benaderen? Welke voorwaarden zijn er dus in die zin? Gewoon dat het sociale netwerk, zeg maar, of het netwerk van bedrijven daarin staat benoemd. Mm-hmm. Ja. Dus kunnen mensen ook zelf kiezen welk vervoer past bij hen. Kunnen we nog even naar de buurman.
Heb jij nog iets leuks te vertellen? Wat heb je meegemaakt? Of wat krijg je terug van de mensen? Nou, een van de ritten die ik vaak uitvoer is met een mevrouw. Die heeft eigenlijk sinds de geboorte van haar zoon, meer dan 50 jaar geleden, is die zoon nooit meer thuis geweest. Dus altijd in het huis. En ze gaat daar trouw elke maand naartoe. Ze zit ergens in een woongroep. En de vraag is ook, ga je meer naar binnen? Ze wil gezelschap hebben. Nou, en dan zie je dus ook een hele andere wereld die je normaal nooit ziet. En dan zie je dus ook, als je kijkt naar de zorg, ja, daar bij automatisch zijn mensen nodig, maar daar zijn ze ook nodig. En ik neem een petje af voor mensen die in dat vak werken. En dat leer je dan ook. Daar kom je anders niet meer in aanraking. Nee. Als je het zelf niet in familie of gezin hebt. Ja, eens. En dat vind ik wel indrukwekkend. Ja. Nou, voor jullie gaat het natuurlijk ook. Hè. Het is natuurlijk leuk om te doen, maar ook een stuk sociale betrokkenheid hier. Ja. Nou, mochten mensen zich nog willen melden als vrijwilliger, dan waar kunnen ze zich dan melden? Bij Vijf. We hebben ook op de site van Vijf, en op de site www.maatjeopmaatroermond.nl staan contactgegevens waar mensen zich kunnen aanmelden via ons. Okay. Nou, zonder deze toppers kunnen we dit namelijk niet. Aan tafel bij Breek de Week hebben wij vaak jong talent. En ook dit keer weer een mooi jong talent, Cheyenne Curvers. Een schrijverstalent, want zij heeft een jeugdboek uitgebracht, De Magische School, haar eerste boek. Welkom. Dankjewel. Ja, hoe kwam dat zo tot stand? Ik ben gewoon schrijven omdat ik op een legerschool ben gepest. En ook een klein stukje op middelbare. En door mijn lichamelijke problemen wil ik een wereld creëren, wil ik me wel fijn invullen. Zo, dan gaan we even terug, want dat is... Heel veel in één keer. Ja, dat is heel veel informatie in één keer, ja. Wat is er gebeurd? Op een legerschool is het eigenlijk begonnen best vroeg al. Ja. Dan werd ik gepest omdat ik er anders uitzoog, standaard andere kleren aan had en voor mij mijn bril. Dat vond je toch wel leuk om opmerkingen over te maken, vast te pakken. En pestgedrag, dat weten we, dat is heel schadelijk voor mensen hè, die met me te maken. Werden dat door de school ook ingegrepen? Nee. Eigenlijk niet. Helemaal niet. Die geloofden me niet. Dat werden eigenlijk gezegd dat ik me inbeelden. Ja. En mijn ouders hebben me daar wel goed in gesteund en ook echt daarop gepakt. Ja. Hoe sta je daar nu in eigenlijk? Want ja, ik kan me zeggen, talent is vaak iets wat je langer met je mee blijft dragen. Ik heb een weerbaarheidscursus gedaan en daar heb ik heel veel in geleerd. Het leren van de afzetten. Ja. Ja, goed zo. En je bent gaan schrijven? Ja. Ja. Was dat al op jeugdige leeftijd dat ze ging schrijven dan? Ja, hele kleine verhaaltjes gestart. Ja. En toevallig vond je gaat van Kerstmis, wat ik mijn mama heb geschreven. En dat is best mooi om nu terug te zien, dat ik toen nog die al staarde. Ja. Was het een escape voor dich? Ja, heel zeker. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Je las ook bepaalde boeken, kan ik me zo voorstellen. Dat je dacht, nou, dat lezen is leuk, het schrijven is ook leuk. Nee, lezen doe ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee, dat ken ik niet. Ik lees een boek en als ik hem weglek, kan ik weer opnieuw beginnen. Dat blijft niet hangen. En wat gebeurt er dan in jouw hersenen? Mijn hoofd is denk ik te druk. Standaard bezig, standaard verhalen aan het denken. Mm-hmm. En ik heb een schrijver op school is geweest, op een middelbare. En die heeft een verhaal geschreven wat ik wel kon lezen. En toen had ik zo gehad, ja, eigenlijk is het wel heel mooi om over te brengen. Zo. Ja. De Magische School. Wie is het boek tot stand gekomen? Op een middelbaar. Toen wou ik eerst een klein verhaaltje schrijven. En toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik hier wel op doorgaan. Toen wordt een heel lang verhaal geworden. En in het begin dit jaar heb ik gezegd tegen mijn man met een geintje van, zal ik het anders wel een uitgever zenden? Ja, eigenlijk, we gaan het ook proberen. Nou, boekscout gestuurd. En ik had echt, wat heb ik gedaan? Ja, spannend. Heel spannend, want het teammerken wat ze echt moest wachten voordat ze gaat terugheurs. Ja. Toen heb ik gezegd, ja, dat zijn wel echt 10 lange weken geweest. En toen kreeg ik een telefoontje terug dat ik inderdaad het boek wilde uitgeven. Toen dacht ik, wow, dat mag, dat kan. Ja. Heel trots en ja. Super gaaf. Waar gaat het boek over? Een meisje dat zichzelf leert kennen en dat pesten ook heel fout is. Ja. Wat goed. En kan ze dan een beetje toelichten? Van... Het meisje wat de hoofdrol speelt is Ketta. En die leert zichzelf kennen door hele moeilijke dingen mee te maken. En vrienden wat weggaan, wat weer bijkomen. En zo leert ze zich eigenlijk heel goed kennen. En hoe leert ze zichzelf dan kennen? Wat is er veranderd? Ze durfde heel veel dingen in het begin van het boek helemaal niet. En op het einde van het boek kan ze merken dat er echt wel gaat aan veranderd is. Ja.
Mooi. Zal het, heeft het zich geholpen? Ja, ja, voor plekjes te geven wel, ja. En kan ze dat toelichten, wie dan? Ik kost eigenlijk nooit plekjes geven. Natuurlijk, mijn kop is heel druk. En ik ben gaan schrijven om een wereld te creëren waar ik heel rustig in werd. En ja, de wereld wat ze zelf maakt, kan ze zich natuurlijk ook heel goed in inbeelden. Ja. En ja, zo is eigenlijk deze school gekomen, gecreëerd. Zal het ook andere kinderen kunnen helpen? Ja, ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Want voor wie is het boek geschikt? Het is een jeugdboek. Ja. Zelf heeft de uitgever gezag 14 jaar circa. Dat okay. Het echt is. Maar ik moet zeggen dat ik vind dat de legere categorie ook goed kan lezen. Het is echt niet zo eng als Harry Potter. Nee. Ja, is er ook iets van jouzelf in het boek terug te vinden? Ja, de hoofdpersoon Ketta is een terugblik grotendeels op mij. Ja, Celine door. Leven. Ja. Ja. Vind je het niet spannend dat andere mensen dat gaan lezen? In het begin wel, echt wel. Maar de vriendenkring van mij heeft het al gelezen. In ieder geval degene die de beuk willen. En mijn oma ook. En mijn mama is er aan het lezen. Dat vind ik wel heel spannend. Ja. Maar eigenlijk iedereen zit... Het is een heel mooi boek. Het is heel spannend. Echt, het blijft er heel erg in. Maar het is ja, heel mooi. Hoe is het te koop? Hoe is het te krijgen? Sowieso Boekscout, de uitgever. Ja. Bij iedere boekwinkel kent ze als het ISBN hebt en natuurlijk de titel. En bol.com. Mooi. Ja. Ben je al na aan het denken voor een vervolg? Ja, tuurlijk. De boek 2 is binnen gaan schrijven. Dus een vervolg op dit boek. Ja. Wat fijn. Mooi. Wat zijn die dromen nog voor de toekomst? Beroemd schrijver worden. Ja, dat is nu echt die passie geworden. Ja, ik heb, als je me opzoekt op internet, kom ik naar boven als geraten K. Maar door lichamelijk is dat helaas niet meer door kunnen gaan. En toen ben ik schrijver geworden. Ah, wat goed. Dus. Nieuw doel gevonden. Ja. 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 Tegen de kinderen die nu nog in de situatie zitten, hè, van een pestgedrag. Wat zult ze dat tegen kunnen zeggen? Probeer het niet te veel aan te trekken. Dat is natuurlijk nu makkelijk gezag. Ja. Zorg dat ze echt een persoon hebben zo wit dat ze vertrouwd bus. En dromen kunnen uitkomen, ondanks dat heel veel mensen zeggen van dat het niet is. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. En wat zou ze tegen zichzelf hebben willen zeggen, wie ze zo jong was, als ze nu terugkijkt? Ja, mijn beroemde quote van Friedrich Nietzsche. What doesn't kill you makes you stronger. Ja, ja, absoluut. Sluit ook achter in mijn boek. Ah, dus, mooi. Ja. Heb je al reacties gehad op het boek? De vriendenkring en daarvan meer vrienden die... altijd zeggen van, het is echt een heel mooi boek. Echt een aanrader. Ja, ja. Oh, wat prachtig. Nou, ik vind het al een geweldig... Het is ook een hele mooie kaft. Mm-hmm. Wie heeft het zo mooi ontworpen? Sander ter Haar van zijn eigen bedrijf Hairtrigger. Die hebben we leren kennen via online. En die heeft de cover gemaakt samen een aanspraak voor mij. Ja. Want dat spreekt al tegen tot de verbeelding, hè, die kaft. Ja. Dat volg ik ook, Ja. Nou, ligt er een boek. Je hebt een goed verhaal, dus je bent ook gewend om de publiciteit om te gaan. Wat ga je nou doen? Ga je de boekwinkels langs? Ga je de scholen bezoeken? Ik ben op scholen, in ieder geval in mijn basisschool ben ik al uitgenodigd voor te lezen. Dat is goed. Ja, en we zijn nog een paar interviews aan het regelen. En ook zorgen bij boekwinkels dat het bekend werd. De kleine tovenaar gaan we nog even langs. Ja, dus, mooi. Ja, ja, mooi. Nou, en ook plezier. Op zo'n school is het natuurlijk ook heel goed om ook het pestgedrag onder de ogen te brengen. Ja, want, heel zeker. Ja, bewustwording. Hè, dat we met z'n allen, hoe zijn we ermee bezig? Hè, en wat kan het iemand aandoen, zeg maar. Ja, heel zeker. Ja. Het is ook een mooi moment om het te vieren natuurlijk. Hè? Een nieuw boek, een mooie afronding, een nieuw begin. Heel fijn dat je hier te gast wilde zijn. Ja, dankjewel. En veel plezier. Geen probleem. En heel veel succes in het volgende boek. Zijn voor ons heel graag weer terug. Ja, tuurlijk. Ja? Dankjewel. Yes. Ja, beste kijkers. Dat was Breek de Week van deze week. Dank voor alle gasten hier aan de tafel. Dank voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Tot volgende week. Dit programma is mogelijk gemaakt door Nederlands Slaapcentrum. Meesters in slaapcomfort sinds 1991. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.